Welkom op Min 7. Ik ben Sylvia Anthony. Wij zijn hier vandaag op mijn kleine wijngaard in Lelystad op 7 meter onder zeeniveau. Ik kom uit de reclame. Ik ben jarenlang wijnrecensente geweest. En door omstandigheden ging ik hier een beetje hobbymatig wijnboeren. En het is mijn levensdroom geworden en die ben ik aan het vervullen. Hier ben ik dus bezig de eerste Flevolandse bubbels te produceren. Wat is specifiek de smaak van Flevoland? Lokale kenmerken zijn leuk. Dat maakt je product onderscheidend. En dat is in de wijn in de laatste jaren steeds meer verloren gegaan. En daarmee gaan we hier aan de slag. Nou, ik ben een samenwerking aangegaan met een Duitse onderzoeksinstantie, het DLR. Dit is een landbouwuniversiteit in Rijnland-Pfalz in Duitsland. En die doen onderzoek naar gisten. En die waren naastig op zoek naar een geschikte onderzoeksomgeving die een soort geïsoleerde locatie heeft. En dat is dus hier zo. Dus hier komen een paar dingen bij elkaar die voor hun echt het lot uit de loterij waren. Namelijk een net beginnende wijngaard. Grond die sinds het begin van de landbouw hier altijd biologisch gebruikt werd. De boerderij hier is al 35 jaar biologisch. Nou, en nog nooit kweekgisten en nog nooit chemisch bespoten. Er komt dus een paar keer per jaar iemand van het DLR langs bij mij in de wijngaard. Neemt monsters van de druiven, van het blad, ook van de grond. En natuurlijk ook vanuit de wijnmakerij. Van de most, van de wijn. En dat wordt meegenomen naar het lab. En dan gaan ze de gisten isoleren om te kijken welke gisten zijn nou specifiek hier van Flevoland. Als we kijken naar wat heb ik aan dit project. Nou, ten eerste vind ik het hartstikke spannend dat wij hier op deze kleine postzegel iets kunnen doen wat betekenis heeft voor de wijnwereld in zijn geheel. En voor mij is het dan bijzonder leuk dat ik straks met recht kan beweren dat ik iets heb waarvan de smaak alleen maar hier in Flevoland voorkomt.